Afgelopen weekend hadden we met de eerste winterse perikelen van dit najaar te maken. Dalende temperaturen en ook sneeuwval. In delen van Flevoland en Overijssel sneeuwde het een paar uur door. Kon een sneeuwdek van enkele centimeters ontstaan, zoals hier in Ommen. En dat werd vastgelegd door mijn collega Wouter. Nou, de weerkaarten voor de komende 30 dagen laten ook wel het een en ander aan winterweer zien. Dus de winterliefhebbers kunnen waarschijnlijk een kloppend hartje krijgen bij het zien van deze weerkaarten. Om dan maar gelijk met de deur in huis te vallen voor de eerste week van deze 30-daagse periode tussen 28 november en 5 december wordt door het Europees Weermodel een forse afwijking wat luchtdruk betreft berekend. Boven Scandinavië, delen van Rusland, echt boven het noordoosten van Europa, een afwijking van 20 tot 40 hectopascal boven het gemiddelde. Dat geeft toch wel vrij duidelijk aan dat er in deze omgeving volgende week wel eens een vrij goed ontwikkeld hoge drukgebied tot ontwikkeling kan komen. Nou, wat zo'n hoge drukgebied kenmerkt, is dat de stroming daaromheen op het noordelijk halfrond met de klok mee is. En op het moment dat die kern van dat hoge drukgebied daadwerkelijk in die omgeving komt te liggen, dan komt daarmee een oostelijke windrichting op gang in Nederland en omstreken. En daarmee kan die hele droge, continentale, koude lucht vanuit Rusland en Siberië onze omgeving opkomen. En dat kan wel een flinke temperatuurdaling teweeg brengen. Nou, natuurlijk nog wel de nodige onzekerheid ook bij het interpreteren van deze kaarten. Want het wil nog niet zeggen dat de kern van dat hoge drukgebied daadwerkelijk daar komt te liggen. Er bestaat ook nog wel een mogelijkheid dat het zich uitsplitst in twee verschillende hoge drukgebieden. Eén kern in de omgeving van Rusland en dan weer een apart hoge drukgebied in de omgeving tussen Schotland en IJsland. En dat brengt bij ons dan weer een hele andere windrichting op. Want een hoge drukgebied in deze omgeving zorgt juist voor noordelijke, noordwestelijke wind. En dan kunnen er boven de Noordzee misschien wel wat winterse buien tot ontwikkeling komen. Dus winterse buien tegenover een gure oostenwind, dat zijn eigenlijk de twee scenario's die wel een beetje op gang komen bij het zien van deze weerkaart. Nou, wat met die luchtdruk wel vrij hardnekkig blijft standhouden in die weerkaarten, is dat die hoge luchtdruk vooral boven het noorden van Europa op de langere termijn ook wel stand weet te houden. Ik heb de tweede week even overgeslagen, ben direct naar de derde week gegaan. Dat is de periode tussen 12 en 19 december. Het signaal is iets minder sterk geworden met 5 tot 10 hectopascal boven het gemiddelde. Maar we zien nog steeds wel dat het zwaartepunt ten noorden van Nederland ligt. Nou, dat was de luchtdrukafwijking. Wat kunnen we dan vervolgens van temperaturen verwachten? In deze tijd van het jaar kunnen grenzen tussen verschillende luchtsoorten voor grote contrasten zorgen. Een week kan zacht beginnen, maar kan heel koud eindigen. En gemiddeld genomen levert dat vrijwel geen signaal op. En waar die grens precies komt te liggen, gaat dus ook heel bepalend zijn voor het weer waar we mee te maken krijgen. En in die eerste week van de 30-daagse zien we dat eigenlijk ook al gebeuren. Hier boven het oosten van Europa al een flinke temperatuurafwijking, 6 tot 10 graden onder het gemiddelde. En die grens komt dan een beetje boven Polen en Duitsland te liggen. Terwijl ten westen daarvan, hier boven Schotland, Noorwegen, Groot-Brittannië, Frankrijk, daar is het juist nog relatief zacht. En in Nederland bevinden we ons dan in een gebied waar eigenlijk geen signaal wordt aangegeven. Maar dat kan dus ook betekenen dat er hele grote verschillen in zo'n week mogelijk zijn. Als we dan één weekje verder vooruit gaan, 5 tot 12 december, dan laat het Europees Weermodel toch wel zien dat die gure oostenwind, die aanvoer van koude lucht vanuit Rusland, dat die in die week toch wel een klein beetje aan de winnende hand lijkt. Dus echt in het centrale deel van Europa staat dan een koude periode voor de deur. 3 tot 6 graden onder het gemiddelde. Ook in Oekraïne gaat het behoorlijk koud worden. En die koude lucht vervolgt zijn weg dan richting het westen van Europa. In Nederland een temperatuurafwijking van 1 tot 3 graden onder het gemiddelde. Nou, wat er volgens in zo'n situatie ook kan gebeuren, is dat dat hoge drukgebied boven Noord-Europa, dat die ervoor zorgt dat lage drukgebieden heel sterk afbuigen en boven het Middellandse zeegebied terechtkomen. Die gaan dan met de noodvaart in oostelijke richting bewegen. Dat hoge drukgebied zit hier stevig in het zadel. En door dat scherpe contrast kan die wind nog eens extra versterkt worden. En zorgt dat echt voor hele gure omstandigheden, waarbij de gevoelstemperatuur nog eens een stuk lager kan uitvallen.
Nou, wat voor neerslag kunnen we daar vervolgens bij verwachten? Hoge drukgebieden brengen over het algemeen niet al te veel neerslag met zich mee. En dat komt in deze kaart voor 5 tot 12 december ook direct terug. Maar daarbij natuurlijk ook de nodige slagen om de arm. Want op het moment dat er een noordwestelijke windrichting op gang komt, kunnen winterse buien vanaf de Noordzee ook bij ons wel voor wat neerslag gaan zorgen. En ook waar de grens tussen die luchtsoorten dan komt te liggen op dat overgangsgebied, kunnen we dan wel weer wat sneeuw gaan tegenkomen, zoals afgelopen weekend ook het geval was. Nou, Zuid-Europa springt er ook tussenuit. Daar koersen die lage drukgebieden over en is het dus wat natter dan gebruikelijk. Ja, en ook op de lange termijn blijft het vrij droog in onze omgeving, 0 tot 10 mm onder het gemiddelde. Dan nog even samenvattend. Veel hoge drukgebied ten noorden van Nederland. Hoge druk invloeden. Rustig weer. Het is dus nog even afhankelijk waar de wind precies vandaan komt. Maar zeker in die tweede week is er dus kans op een koude en gure oostenwind. En op de overgang van die luchtsoorten kan mogelijk wel weer wat sneeuw of winterse neerslag komen kijken.